School, Dirk. Gezondheid. Lekker koffietje. Bedankt dat je de tijd neemt om met mij te schaften. Want uiteindelijk zijn we daar waar het allemaal gebeurde. We zien heel wat veiligheidscamera's en systemen van brigade hier, maar ook meer en meer op vrachtwagens en grote voertuigen uit de bouw. Het is het ultieme veiligheidssysteem? Ja, volgens mij wel. Het is het systeem bij uitstek voor veiligheid. We hebben 4 camera's die een helikopterview geven. 0 dode hoeken. En dat is wel belangrijk. De chauffeur kan in 1 oogopslag zien alles wat rond zijn voertuig gebeurt. Sterker nog, nu hebben wij een 360 AI systeem die niet alleen een zicht rondom het voertuig geeft, maar ook een detectie helemaal rond het voertuig. Dit maakt dat personen en gevaar rondom het voertuig steeds gedetecteerd wordt. Ja, die gewone Backyard 360 die is door de meesten wel gekend, maar jullie gaan nu met artificiële intelligentie nog een stapje verder. Wat zijn volgens jou de voordelen van die Backyard 360 AI? De camera's zijn gedurende duizenden uren geprogrammeerd om een persoon te herkennen. Zij het te voet, op een fiets, op een step, om het even. Deze camera's gaan ook een perimeter instellen die wij bepalen. En binnen die perimeter wordt de persoon gedetecteerd. In een bepaalde kleur dan? In de rode zone gaat de camera autonoom gekozen worden door een systeem waar de detectie is. En de persoon gaat omkaderd worden in het beeld. Dus dat geeft dat het een actieve zoektocht is naar gevaar rondom het voertuig. Wauw Dirk, ik denk dat er met deze hele mooie upgrade van de Backyard 360 AI gelukkig heel veel ongevallen voorkomen gaan worden. Dank je wel daarvoor. Op jouw gezondheid en op onze veiligheid. Wij gaan samen kijken naar de volgende reportage.